Jasmin gaat ook mee. Zij zit thuis mee te kijken. En hopelijk heeft ze een hele mooie middag. Ik ben Jasmin en ik heb kruislijnziekte. Soms ben ik te ziek om naar school te gaan. Dan volg ik de lessen met een klasgenoot. Je kan niet op een normale manier naar een wedstrijd in het stadion. Maar vandaag ga ik toch naar Fortuna. Hey Jasmin. Hallo. Hoi Tom. Superleuk dat je onze teamgenoot bent vandaag. De sfeer zit hier al lekker in, dus we gaan beginnen. Let's go. Nou Jasmin, nu gaan we het hele lokaal binnen. Kijken of het prima is. Nou, dat is onze topper, Jannie. Hallo. Hallo. Kijk eens aan. Beetje zin in de wedstrijd? Ja. Nu gaan we de trap op het veld, hoor. Hallo Jasmin. Kom ik zo meteen doen dat het scoort? Nee, doen. En dan nog een hartje. Kom op bed. We hebben nog een superleuke verrassing voor je van het hele team. Ik ga maar eens bij jou in de la kijken. Wat hier is? Wauw. Ja, dankjewel. Hey Jasmin. Jasmin, ik zie de trainer staan. Heb je een vraag voor hem? Ja. Hoi. Wat gaan jullie doen als jullie gaan winnen? Dat wordt wel moeilijk, denk ik. Maar wij denken wel dat jij ons kan gaan helpen vandaag. Wat denk jij? Ja, 100% zeker. Veel plezier. Hoi Jasmin. Hoi. Ik ben wel trainer van Feyenoord, maar ik wens je een hele fijne dag vandaag. Ja, eigenlijk ben ik niet van Fortuna. Hallo, alles goed? Hoi. Nog een bot? Succes, hè? Succes. Jasmin is de KPN-klasgenoot van vandaag, mag mee met Mats Seuntjes op het veld. Ze wilde zo graag een keer bij zijn. Nou, dichterbij dan dit kan toch bijna niet. Heel veel plezier, Jasmin. Tot shoot. Toch de snelle goal voor Feyenoord. Seuntjes. De kopbal die uitstekend is, maar er niet in gaat. Deze tackle is te laat en dus komt er een penalty aan voor Feyenoord. En die heeft hem. Ja. Seuntjes, dat is de beste bal. Flemming moet dat afmaken. Flemming kan dat ook. Dit is Sian Flemming. Eindstand 1-3. Feyenoord wint eenvoudig van Fortuna. Ik ben niet zo vrolijk, oké? Sorry. Tot snel, hè. Dankjewel voor je support, hè. Jasmin, superleuk dat je erbij was. Jammer van het resultaat, maar het heeft zeker in jou gelegen. Je was echt een topteamgenoot. Het is zo leuk om dat te kijken. Misschien tot de volgende keer. Alsjeblieft.